Auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Buiten zijn de galoppade van Excellent Leguma de start. Die pakt niet aan. Uitgeschakeld paard nummer 8. 8 galop. Maar dat is te laat en hij is eruit. En Bonnie Charisma die wil de leiding graag hebben. Aan de binnenkant gaat Corsair Doe even mee, maar Fred Handelaar is nu voorbij. En die gaat als eerste de bocht in. Bonnie Charisma, daarachter Corsair Doe. Aan de buitenzijde gaat Wim Brouwer naar voren met Excuse Me. Daarachteraan gaat Darwin Boko en daarachter aan de relingzijde loopt Rosa de Les met Jannes van de Putten. Dan een paar lengte daarachter, lengte of 3, Dreamline Promise. En daarachter de uitgeschakelde Excellent Legume. En ook op achterstand geraakt. En dat is jammer, want dat is de favoriet, Daisy van Kamstra. Ook die heeft terrein verloren. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Tempo gaat nu fors naar beneden. De handrem gaat erop, want Excuse Me heeft de leiding overgenomen. Excuse Me, aan de buitenzijde komt Darwin Boko. Daarachter aan de relingzijde Bonnie Charisma. Dan Dreamline Promise, die makkelijk bijgekomen is, ligt nu vierde. Vijfde aan de relingzijde is Corsair Doe. En zesde is Rosa de Lest. En als het zo langzaam gaat, kan zelfs Daisy van Kamstra bijna weer aansluiten. Loopt een enorm gat dicht op dit moment en zo gaan de paarden de linkerbocht in. Leiding daar overgenomen door Darwin Boko en ook die heeft geen haast. Aan de buitenkant Dreamline Promise, die komt steeds dichterbij. Daarachter aan de relingzijde loopt Excuse Me. Achter Excuse Me een andere schimmel, dat is Bonnie Charisma. Dan Rosa de Lest, dan Corsair Doe. En het moment is daar. Meer dan 100 meter heeft hij goed gemaakt. Daisy van Kamstra, die ligt inmiddels weer aan de start van het veld. Paard in de rechte lijn voor de tribune. Dreamline Promise aan de buitenkant. Zet nu de druk op Darwin Boko. Dreamline Promise, Darwin Boko. Tempo is nog steeds niet al te hoog. Daarachter aan de relingzijde. Excuse Me. Aan de buitenkant Rosa Lest. Aan de buitenkant en aan de binnenkant is het Bonnie Charisma. Daarachter Corsair Doe met aan de buitenkant Daisy van Kamstra. Paard inmiddels in de laatste kilometer. Jaap de Stal maakt het tempo met Darwin Boko. Darwin Boko aan de buitenkant Dreamline Promise. Daarachter is het Excuse Me. Daarachter kan heel mooi naar het tweede spoor. En dat hoef je handelaar echt niet te leren. Dat doet hij onmiddellijk met Bonnie Charisma. Daarachter gaat binnendoor nu naar voren Corsair Doe. Daarachter Rosa Lest in het tweede spoor. En daarachter Daisy van Kamstra. En Sjoerd van der Galië twijfelde even, want hij heeft al een heel gat dichtgelopen. Maar ik denk, ik ga toch eens even aanvallen. En die gaat nu drie dik naar voren. Buitenzijde, de aanval van Daisy van Kamstra. En die komt ook nog behoorlijk verder. Die ligt op dit moment al op plaats 3. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Darwin Boko, aan de buitenkant is het Dreamline Promise. Helemaal aan de buitenzijde Daisy van Kamstra. Vierde plek aan de relingzijde is voor Excuse Me. En vijfde aan de buitenkant is Bonnie Charisma. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. En wat Daisy van Kamstra hier laat zien is abnormaal goed. Ligt inmiddels tweede en zo zijn ze inmiddels halverwege de laatste bocht. Darwin Boko leidt, Daisy van Kamstra. De buitenkant gaat nu in de derde spoor naar voren. Bonnie Charisma en binnendoor gaat het proberen Dreamline Promise. Deze vier paarden maken het onderling uit. Relingzijde Darwin Boko. Tweede spoor is het Daisy van Kamstra. Derde spoor is Bonnie Charisma. Jaap ter Stal, op dit moment heeft hij de zaken helemaal onder controle. Hij kijkt naar links, hij kijkt naar rechts, er komt helemaal niks aan. Darwin Boko, go baby, go go go. Tweede plaats, Bonnie Charisma. Derde, Dreamline Promise. En vierde plaats is voor Daisy van Kamstra.